Op 27 oktober 2023 was een open CITES-slowdag bij Kasteel Oost. De belangstelling was overweldigend. Het was een hele bijzondere dag voor Michel Maas, zeg maar de kasteelheer. Waarom? Dat verneem je zo. Je krijgt ook nog wat info over CITES-slow en je hoort wanneer ongeveer de volgende open dag is en wat je dan kunt verwachten. Hoe heb je de open dag ervaren? Ik kwam vanochtend om 7 uur naar Kasteel Oost, zoals iedere dag. En ik dacht, het wordt een rustige dag vandaag. Het regende pijpenstelen, de vooruitzichten waren zeer slecht. Maar vanaf 9:30 vanochtend stonden hier 50 mensen al voor de deur. En de hele dag is het doorgegaan. Het was overweldigend voor mij vandaag. Hoe voel je je erbij dat er zoveel mensen komen? Ik kan niet bevatten wat het project teweeg brengt voor de omgeving. En niet alleen voor de omgeving. Mensen uit de Randstad, uit Pijnaker, uit Den Helder, uit Amsterdam. Met vrienden en kennissen kwamen langs. Het is ongelooflijk. Waardoor komt de massale belangstelling? Het is natuurlijk een hele historische plek. Mensen weten dat, maar ook door de recente publicaties van wat we hier gaan doen, de aankondiging van Jacob Jan Boerma dat hij hier een restaurant gaat, dat triggert mensen. Mensen zijn geïnteresseerd, willen weten wat gaat er in ons dorp gebeuren. Je bent nu ook ambassadeur CITES-slow, wat zegt dat voor je? Dat was een zeer emotionele gebeurtenis. Ik had absoluut niet op de komst van de burgemeester en de wethouder gerekend. En toen zij verschenen was ik al verbaasd. Maar toen de burgemeester zijn toespraak hield en zei waarom die hier kwam. Ja, ik kon het niet bevatten. Ik voel me vereerd. Ik voel me klein, ik voel me nederig. Maar van de andere kant voel ik me ook heel groot en geeft het nog weer een extra impuls om de CITES-slow-gedachte verder uit te dragen. CITES-slow is ontstaan in 1999 in Creve in Chianti, in het Italiaanse Toscane. De toenmalige burgemeester Paolo Saturnini deed dit samen met enkele andere burgemeesters. Het promoot langzamer en duurzamer leven en legt nadruk op kwaliteit van leven, milieu, lokale tradities en sociale cohesie. Het is uitgegroeid tot een internationaal netwerk. Wat kun je al bekendmaken over de volgende open dag? De volgende open dag gaat plaatsvinden, ik denk in maart. En het is dan de bedoeling dat de mensen ook echt het kasteel kunnen bezichtigen. Dat gaat natuurlijk in wat kleinere groepjes, want met de huidige aantallen zoals vandaag kunnen we dat echt niet handelen. Dus er gaan kleinere mensen zullen zich moeten aanmelden. En dan gaan we bijvoorbeeld om de 5 of om de 10 minuten gaan we groepjes een rondleiding geven door het kasteel. Dus mensen, kom kijken. Jullie zijn allemaal welkom.